Samen met mijn vriend ben ik namelijk een traject ingegaan, een medisch traject. Ik ben onderweg naar een oud collegaatje. Goedemorgen, het is zondagochtend en ik dacht ik start eens een keer een weekvlog op zondag. Ik merk dat ik op dagen dat ik werk, namelijk, dat ik op dagen dat ik werk vrij weinig tijd heb. Omdat ik van 8 tot 5:30 werk. Daarvoor moet ik snel zijn. Dan heb ik een half uurtje om me klaar te maken. En als ik thuis kom, doe ik eigenlijk ook niet zoveel meer. Dus die dagen zijn zo spannend. Dus ik dacht, laat ik ze op zondag de vlog openen. Goedemorgen. Het is alweer september. Het is 6 september. Samen met mijn vriend ben ik namelijk een traject ingegaan. Een medisch traject om een kindje te krijgen. En morgen is het 7 september. En morgen mag ik beginnen met hormonen spuiten. En uiteraard ga ik jullie hier in meenemen. Maar aangezien ik mijn been wil spuiten, ga ik niet dat filmen. Want ja, niet zo'n charmant shot, als je begrijpt wat ik bedoel. Vandaag ga ik afspreken met een oud collegaatje. Daar ga ik vanmiddag naartoe. Daar heb ik echt heel veel zin in. Die heb ik echt al een half jaar niet meer gezien en dat is super gezellig. Nu zit ik nog even op de bank YouTube video's te kijken om beter te leren vloggen. Want ja, het is zo lang geleden. Misschien moet ik weer mezelf zien als een beginnend vlogger. Daarnaast ga ik zo lekker ontbijten met Ries. En daar heb ik heel veel zin in. Om 10:30. En het is nu bijna 10:00. Kunnen je net niet zien. Bijna 10:00. Ik zit trouwens in mijn pyjama. Alweer. En het is een pyjama van de Big Bang. En het liedje van Sheldon. Ik weet niet of je dit... Ja, dit kan je zo wel zien. Superleuk. Ja, en dat is een beetje mijn dag. En ja, een keer op zondagochtend de vlog openen is weer eens wat anders. Ik ben onderweg naar een oud collegaatje. Ik weet niet of ik dat vanochtend al gezegd had, maar ik zal het nu even vertellen. Ik heb vorig bij het bedrijf werkte waar ik nu werkzaam ben, gewerkt bij op een kantoor. De enige kantoorbaan ooit geweest. En waarschijnlijk blijft het ook de enige kantoorbaan ooit. Maar ik heb daar wel vrienden gemaakt. Vooral met één iemand. En we hadden echt dezelfde muzieksmaak en dezelfde grapjes en ja, ik heb hem echt al maanden niet meer gezien. Maar nu ga ik dus weer op bezoek en daar heb ik echt heel veel zin in. En dit is zo'n lieve gast. Dus, en het is echt een paar minuten lopen bij mij vandaan, een minuut of 10. Ik moet alleen even kijken welke straat het precies is. Oh, daar trouwens. Ik zie het al. Lekker wakker. Vlog in het openbaar. Het blijft raar. Maar goed, jammer dan. Verder, ja. Heerlijke dag. Net flink gemonteerd. Dus dat is ook wel chill. Ik ben een vlog aan het maken van alles wat de afgelopen maanden gemist is. Als het goed is, staat het al online. Ik zal hem even hierboven linken. Dus ja, als je die nog niet gezien hebt, ga hem vooral even kijken. Maar dat is een vlog van best wel een lange vlog. Met heel veel leuke dingen erin. Goedemorgen! Het is maandag 7 september. Ik wil bijna oktober zeggen. En ik ben vandaag weer lekker vrij, zoals eigenlijk elke maandag. En vandaag is best een spannende dag, want vandaag ga ik beginnen met spuiten. Als je een van de delen van mijn vorige vlog hebt gezien, die vorige week online is gekomen, ik zou ze even linken hierboven, alle vier. Want ik ben namelijk weg geweest en nu ben ik terug. Yes! Maar als je een van die dingen hebt gezien, heb je misschien langs zien komen dat ik in een medisch proces zit om een kindje te krijgen. Het heet PGD.
prenatale genetische diagnostiek. Moet er even over nadenken. En daar heb ik hormonen voor gekregen die in de koelkast moeten. Ik heb één doosje hier. Decapeptiel. En ik ga vanavond spuiten. Uiteraard film ik dat niet. Maar ja, daar ga ik dus vandaag mee beginnen. En het is super spannend. Maar wel heel leuk. En terwijl ik dit film, ben ik aan het wachten op mijn vlog van die aan het exporteren is. En ja, kijk of zo lang niet duurt. Meer dan een uur. Oh my goodness. Goed. Waarom ben ik niet scherp? Zo. Als hij geëxporteerd is, moet ik hem weer inladen en moet ik hem weer in vieren hakken. Maar dat zijn die vier video's die hierboven gelinkt zijn. Hij gaat 5 kwartier duren, zegt hij. Balen. Ik had het gisteren al gedaan, heeft hij 50 minuten erover gedaan. Maar ja, hij was geflipt, dus ik moest opnieuw beginnen vanochtend. Nou ja, opnieuw beginnen. Ik moest het even fixen. Goed, ik ga lekker op de bank zitten met koffie, YouTube kijken, want Lianne heeft ook weer een vlog geüpload. Yay! En daar heb ik heel veel zin in om die te kijken. Het is een vriendinnetje van me, Lianne. En die zal ik ook even hierboven linken of hieronder. Ik zal hem hieronder in de beschrijving zetten. Dat is makkelijker. Ja, ik ben verkouden. Ah. Ik heb me laten testen voor corona. Gelukkig heb ik niks. In ieder geval op het moment van de test. Het is in de tussentijd niet erger geworden. Dus ik hoef me niet nog een keer te laten testen. Gelukkig. Maar ja. Ja. En oh, mijn haar zit echt niet. Ik ben gisteren met een vochtig haar gaan slapen. En zoals je ziet is dat niet zo'n goed plan. Ja, ik ga lekker even op de bank zitten met een kopje koffie. Want dit duurt nog wel een uurtje. En dan hopelijk kan ik vanmiddag nog wat leuke dingen doen. Daar heb ik gewoon zin in namelijk. Sorry voor mijn wilde kapsel. Zo, het is ondertussen dinsdagavond. Ik heb heel de dag hard gewerkt. En ik ben even in de werkkamer gaan staan, want hier is licht. Dan is het zo donker. Niet handig. Ik wilde even vertellen over het proces nog. Ik heb vandaag voor de tweede dag moeten spuiten namelijk. Met hormonen. En het leek me wel interessant om er even kort iets over toe te lichten. Veel mensen kennen IVF. Als behandeling om kinderen te krijgen, ik doe PGD. PGD staat voor prenatale genetische diagnostiek. En dat is eigenlijk hetzelfde proces als IVF. Maar er zit een stukje aan vast waarin ze dus checken of het eventuele kindje voor terugplaatsing dus gezond is. En ja, je kan zeggen het is nog geen kindje, het is een klompje cellen. Maar het eventuele bevruchte eitje, voor de precisie. Als dat niet is aangedaan en het overleeft 5 dagen buiten de baarmoeder, dan heb je een kind, kun je een kindje krijgen die wordt teruggeplaatst. En dan heb je de mogelijkheid dus dat het blijft zitten of niet. Die kans is niet zo heel groot. Die kans is schokkend genoeg 25%. Maar, fun fact, net zo groot als bij een natuurlijke zwangerschap. Als je het op de natuurlijke manier probeert, is het ook 25% kans. Gemiddeld genomen. Want natuurlijk zijn er mensen die heel makkelijk zwanger kunnen worden. En mensen die ontzettend veel moeite hebben. Hier zitten nou eenmaal verschillen in. Ik zal even laten zien waar je mee moet spuiten. Kijk, zo donker is het dus als ik niet in het licht sta. En het ligt in de koelkast. Ja, het ligt in de koelkast. Ik spuit Decapeptil. Niet laten vallen. En dat ziet er ongeveer zo uit. Staat hij het scherp? Ja, redelijk. En er zit maar een heel klein beetje vocht in. Heel klein beetje met drink spuiten. Maar goed. Het is nooit meer zo. Het is best wel gevoelig veel. Ik vind hem best wel pijnlijk. En ik ben daar volgens mij niet de enige in.
Maar goed. Ik heb gisteren, voor toen ik de spuit moest zetten, echt hard moeten huilen. Omdat ik het zo eng vond. Maar vandaag niet. En het duurde vandaag wel weer een kwartier omdat ik twijfelde. En dat deed gisteren namelijk echt pijn. Maar vandaag viel het wel mee. Gisteren deed het echt meer pijn. En vandaag viel het wel mee. En zolang ik dat maar hardop blijf zeggen. Het viel ook echt wel mee. Maar zolang ik dat hardop blijf zeggen. Zal het me wat minder eng zijn. En over een maand. Nou, boeien. Hoop ik dan. Hopelijk is het over een paar dagen al minder moeilijk. Dus gewoon spuit in mijn lijf. Top. Goed. Ik ga dan even monteren. Want het is dus de 8e. En er moet morgen nog een video online komen. En die moet ik nog even afronden. Tja, het leven van een YouTuber is soms druk. Goed. Tot morgen. Goedemorgen. Het is vrijdagochtend de 11e. En ik ben lekker aan het opruimen in huis. Net even wat gesnoept. You know me. Zo. En ik ben lekker aan het opruimen in huis dus. Ik heb net al wat aan de voorraadkast gedaan. En ik ben nu bezig om een fotolijst die op de schouw hing aan te passen. Mijn nieuwe foto's erin. Maar ik weet niet. Ik weet niet wat ik wil. Ik weet niet of ik hem terug wil hebben of niet. Ik denk eigenlijk dat ik hem niet meer terug wil hebben. Dat ik iets anders wil hebben. Of überhaupt totaal iets anders. Dus bijvoorbeeld een klok. En dan de klok die daar hangt bijvoorbeeld op de schouw hangen. Hier de schouw. En dan de fotolijst die op de schouw hing op de plek van de klok. Maar ja, dan moet ik allemaal weer gaten maken en zo. Het is allemaal niet heel makkelijk. Maar goed. Verder. Hoop gedoe weer. Een hoop gedoe weer. We hebben flink aan het rommelen, zoals altijd. En daar hou ik echt van. Goed aan het opruimen. Wat wel chill is. En ja. Ik weet niet. Vanmiddag ga ik lekker lunchen met mijn moeder. Dat heb ik afgesproken. En ze gaat aardbeien halen. Woe! En daarna ga ik naar Paula, een vriendinnetje van me. Daar heb ik ook super veel zin in. En verder, ja, eigenlijk niet echt heel veel bijzonderheden. Met het prikken gaat het goed de eerste 2 dagen. Als ik zo wil praten, moet ik hoesten. Okay. De eerste 2 dagen waren nogal een hel en duurde het 20 minuten voor me is gelukt. De 3e dag duurde 10 minuten en gisteren lekker maar 5. En dat kwam vooral omdat ik de eerste keer misprikte. Als in, ik kreeg de naald niet in mijn huid en ik moet dan in mijn buik prikken. En ik had een huid vast, maar het mislukte een beetje en ik had een druppeltje bloed en daar kan ik gelukkig tegen. Nee, het was gelukkig, binnen 5 minuten zat hij erin en daar was ik heel blij mee. Dus hopelijk lukt het vanavond ook lekker snel en is gewoon patsboom klaar. Het is gewoon even een stap om in je eigen huid te prikken. En dat is raar. Toppie. Goed, ik ga nog even verder met opruimen en dan ik moet over. Oh, 2 uurtjes pas gaan. Misschien ga ik lopen, even kijken. Is er weer eens vergeten om de vlog af te sluiten. Jawel. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. En vergeet je vooral niet te abonneren op de rode abonneerknop hier beneden.
Op die manier blijf je op de hoogte van alle dingen die ik in mijn leven meemaak. Superleuk. En ja, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!